beukende golven, gestrande schepen en reddingboten op een levensreddende missie. Nationaal Reddingmuseum Doris Rijkers vertelt de spannende geschiedenis van het Nederlandse reddingwezen op zee. Het museum is gevestigd in de machinewerkplaats van de voormalige scheepswerf van de Koninklijke Marine en is vernoemd naar de beroemde Nederlandse redder Doris Rijkers. Hij leefde van 1847 tot 1928. Het museum toont originele reddingboten, museumschepen, schilderijen en zwart-witfilms. De interactieve collectie leert bezoekers alles over de dapperste zeehelden van weleer en hun uitdagende reddingsoperaties.